luistert naar de podcast voor DGA's. In deze podcast ga ik, Cor Spronk, in gesprek met andere DGA's. Over hun successen, maar ook over de moeilijke periode. Ga ervoor zitten en laat je inspireren. Vandaag ben ik in gesprek met... Martijn Roede. Het is de dag waar we opnemen is het 18 maart. We zijn hier in het pand waar Wagenpartner zit. Hanze 11 in Zwolle. We zitten in De Hans, is het, hè? Bij Hans heet het. Ja. Bij Hans. Bij Hans, ja. De Z. Ja. En we zitten hier in, hoe heet deze ruimte? Is de Gold Room volgens mij. De Gold Room. Ja. Er staat een wielrenfiets, dus dat is een mooi begin. Misschien kort, wie is Martijn Roede? Of mag ik het zeggen? In het kort, nou ja, ik ben benieuwd wat jij gevonden hebt. Ik ga het zeggen. Ja. We kennen elkaar van Business Open, via ja. Business Open. Ja. Samen met Ian Bodewes ben je eigenaar van Wagenpartners. Klopt. Je woont in Harderwijk, een relatie met Katarina Velisevic. Velisevic, ja. Dat doe je redelijk goed, zeker. Klopt dat je twee dochters hebt? Ik heb er drie inmiddels. Drie. Oké, okay, Melissa zag ik voorbij komen, ja, dat kon ik haar moeilijk vinden. Nee, Melissa, dat is mijn oudste, die is 16. Volop puber en school en dat soort dingen. En de middelste is net 12 geworden, gisteren. Dus dat was een druk feestje. En de jongste is binnenkort jarig en die wordt 3. Dus ja. Leuk. Hobby's kon ik niet vinden. Nee. Nou, ik heb wel hobby's. Ik golf een beetje. Met name omdat ik dat voor de business wilde gaan doen. Maar het is ook gewoon een leuk spel. Dus dat doe ik niet genoeg, maar wel af en toe. Het kost gewoon heel veel tijd. En mijn grootste hobby is eigenlijk muziek maken. En dan echt achter de computer en dan elektronische muziek. Data Loop, zou ja, voorbij komen. Klopt, ja, ja. Soundcloud. Ja, nou, dat ben ik. En ik werk eigenlijk sinds kort samen met een DJ-producer uit Californië. En ja, ik moet zeggen dat voor ons heel goed werkt. Dat we daar mooie stappen in maken en dat ook de producties beter worden. Maar met name is het voor mij heerlijk om even alles te vergeten. Omdat ik daar echt koptelefoon op en dan helemaal los kan gaan. En het is een heel creatief proces. Dat vind ik heel gaaf. En eigenlijk sinds kort ook. Misschien hebben ze wel voorbij zien komen wat filmpjes van Wagenpartners over car reviews. Waarin we dat toch even anders doen dan de gevestigde autobladen en dat soort dingen. Met een beetje een grappige twist soms of leuke vergelijken. En dat is ook heel erg leuk om te doen. Dus ik wil niet zeggen meteen een hobby, maar het is wel iets wat mijn interesse ook heeft. Ja, ik voel me in één keer als niet-techneut. In één keer voelde ik een beetje de spanning opkomen natuurlijk. En dat jij heel veel dingen misschien al veel technischer en beter bent dan ik. Maar we gaan het meemaken. Hoe oud ben je? Ik ben 45. 45? Ja. Kijk, en mijn geboortedatum? 29 november. 29 november, kijk. Wat voor auto rij je? BMW 3-serie. BMW 3-serie. En lees je wel eens boeken? Ik lees te weinig boeken. Ik heb wel wat gelezen onlangs. Ik heb in ieder geval de 7 eigenschappen van Covey gelezen. Die werd me aangeraden door mijn werkgever met de waarschuwing. Van kijk uit, want dat gaat je leven veranderen. Ik moet zeggen dat het niet zo heftig was, maar dat het wel een heel goed boek is. En dat ik er ook wel veel uit heb gehaald en ook nog steeds wel dingen toepas. Ik zou hem nog eens moeten lezen eigenlijk weer. En ik heb onlangs van Goldsmith Triggers gelezen. En ook dat is een boek die mij heel erg aansprak. Het nadeel van boeken vind ik voor mezelf dat ik altijd denk, oh ja. Maar dan vervolgens de waan van de dag weer plaatsvindt en ik dan heel veel dingen niet toepas. Dus nee, ik lees eigenlijk te weinig boeken. Maar ik moet ook zeggen, als ik boeken lees, dat ik er niet altijd alles mee doe, zeg maar. Dus, ben je iemand die bijvoorbeeld in een gesprek bij een klant dat je meeschrijft? Of heb je een iPad waar je wat in tikt? Of onthoud je alles? Ik probeer zeker wel mee te schrijven. Want als ik alles ga onthouden, dan komt dat niet goed. Ik ben iemand die heel veel nadenkt en heel veel gedachten heeft. En over heel veel dingen, als ik terugrij, in mijn hoofd mee bezig ben. Dan, als ik dan op de zaak ben weer, dan ben ik... De essentie heb ik nog wel, maar dan ben ik toch de details vergeten. Dus ik schrijf zeker wel mee, inderdaad. Ja.
Dat heb ik mezelf al moeten aanleren, maar dat doe ik wel, ja. Ja, nou, mooi. Heb je een idool waar je tegenop kijkt? Nou, ik heb niet zozeer echt een idool. Maar wat ik wel mooi vind, is inspirerende verhalen. Nou, we hadden het in ons voorgesprek al even over Sam van Dalen bijvoorbeeld. Nou, als ik hem zie en zijn verhaal hoor en ja, zie wat hij doet, dan heb ik daar heel veel respect voor. Ik denk, idool klinkt voor mij een beetje alsof je zeg maar ergens tegenop kijkt en dat je dat dan ook graag wilt. Of dat je misschien zelfs wel jaloers bent. Of misschien wel. Dus ik ben een beetje afgestapt van vergelijken. Want dat brengt voor mij heel weinig. Maar ik hou van inspirerende mensen. En dat vind ik heel gaaf om te horen, om te zien. Dat kan een hele grote ondernemer zijn. Of dat kan iemand zijn die in mijn naaste omgeving zit. Maar echte idolen heb ik niet. Nee, maar... Nou, even terug te komen op je huidige relatie. Die komt uit Rusland, Moskou. Klopt. Hoe ben je die dan erop geduikt? Nou, dat is heel plat. Gewoon via Tinder. Oh. Dus ja, dat was... Ik heb een lange relatie gehad. En op een gegeven moment zijn we uit elkaar gegaan. Dat is allemaal heel goed gegaan, gelukkig. Ook mooi voor de kinderen dat heel goed is. Dus we hebben een hele goede relatie nog samen. En ik ben een beetje gaan swipen. En we zijn elkaar eigenlijk daar dus tegengekomen. En dat was heel erg leuk. We hebben hele leuke gesprekken gehad. En elkaar een keer gezien. Ja, en dat klikte heel erg. Dus dat is... En is de voertaal thuis dan Engels? Ja. Of Nederlands? Nee, voertaal... Nou, op dit moment is het wel wat gecompliceerder. Op zich de voertaal is Engels. Maar onze dochter spreekt Nederlands. Die spreekt Nederlands, zeg maar. Maar zij wil ook wel graag de moedertaal leren, uiteraard. Dus zij spreekt Russisch tegen Sasha, zo heet ze. Ik spreek Nederlands en samen tegen elkaar spreken we Engels. Ik moet zeggen op zich dat het goed gaat, alleen ik versta niet altijd wat ze dus tegen Sasha zegt. De voertaal tussen ons is inderdaad Engels, ja. Ja. Kun je dan wel een beetje Russisch dan? Nee, nou, een paar woorden, maar ik kan niet. Ik heb wel een tijdje geprobeerd om het te gaan leren, of in ieder geval... Een hele kleine poging ondernomen, maar het is een hele moeilijke taal. En ik ben daar dan ook verder niet in verder gegaan. Dus Russisch, nee, ik ken een paar woorden, maar daar houdt het echt mee op, ja. En de liefdestaal hebben jullie wel goed begrepen? Ja, die is universeel, hè. Dus, ja. Ja, mooi. Maar ik moet wel zeggen dat... ondanks dat wij natuurlijk niet uit een echt dag- en nacht verschilcultuur komen en zij ook niet echt heel erg Russisch is in haar doen en laten, zeg maar, juist tegenovergestelde, dat er toch nog best wel dingen zijn die door cultuurverschillen, zeg maar, soms wel of botsen of tot wat onduidelijkheid leiden of hebben geleid. De liefde is wel, de taal is wel universeel, maar het cultuurverschil is af en toe, uitdaging is een groot woord, maar dat is er wel af en toe. Ja, ja, ja. Ja. Als ze werken bij Nike, geloof ik, of niet? Klopt, ja. Dus dat is dan zo of je wel wat verwesterd, ik weet niet of je dat zo mag zeggen, ja of nee, ja. Ja, kijk, je hebt typisch Russisch, dat is natuurlijk allemaal over één kam scheren, maar dat is een beetje hoe wij tegen Rusland aankijken, maar hoe zij zelf ook. En dat is vrij op jezelf gericht en zorgen dat je jouw hachje eigenlijk altijd redt en veilig stelt. En dat is ook niet heel raar, want het is daar natuurlijk een hele andere wereld dan dat we hier kennen. Daar is niet echt solidariteit. De regering is natuurlijk... bezig met zichzelf meer te verrijken dan naar het volk te kijken. Waardoor je gewoon heel erg voor jezelf alles moet regelen. En dat is iets wat mensen wel verhardt. En dat is ook iets wat zij niet heel erg prettig vindt. Dus in die zin is zij niet zo. En passen dus ook niet echt in dat plaatje. En ja, passen inderdaad meer in het westerse, zeg maar. Of in ieder geval in deze cultuur hier. Als zij bijvoorbeeld door... Amersfoort heen loopt, dan zegt ze gewoon heerlijk die frisse lucht hier. Terwijl wij denken van, nee, dat is best wel een drukke stad. En, ja. Dus dat past hier heel goed. Beter dan in Moskou, ja. Ja, mooi. Uit wat voor nest kom je zelf? Ik heb
Waar ben je geboren? Waar ben je opgegroeid? Dat is eigenlijk de vraag. Hè? Ja. Ja, nou, ik ben, mijn ouders zijn mensen die volgens mij niet echt rust konden vinden in waar ze woonden. Want ik ben geboren in Uithuizermeeden in Groningen, Uithoek. En vervolgens ben ik heel vaak verhuisd en een beetje mijn geheugen begint ergens in Amersfoort, waar we een aantal keren zijn verhuisd. Nijkerk heb ik een deel van mijn vroege jeugd doorgebracht. En op mijn 18e ben ik naar Harderwijk verhuisd. En ben je enig kind? Nee, ik had twee zussen. Eén zus is overleden. We zijn nu met z'n tweeën nog. Ik ben de middelste. Dus ik heb niet echt een binding gehad met een bepaalde stad. En dat miste ik wel heel erg. Dus ik ben wel blij dat ik nu in Harderwijk woon en al een tijd in Harderwijk woon. Waar je daar ook veel meer als gezin veel meer op elkaar aangewezen? Nee, kijk, ik heb eigenlijk, als ik kijk naar mijn gezinsleven, dan was dat allemaal vrij, iedereen was wel met zichzelf bezig, zeg maar. En mijn vader was veel weg, die was altijd onderweg als vertegenwoordiger, laat thuis. En ik heb ook geen makkelijke jeugd gehad wat betreft school en dingen, ook omdat ik vaak verhuisde en nieuw was. En dus het was niet echt een hele warme, gezellige jeugd. En dat heeft mij wel heel lang achtervolgd, zeg maar. Dus ook omdat je niet een plek hebt waar je gewoon vrienden hebt die je al lang kent. Waar je mee opgroeit, waar je op een gegeven moment een hechte band mee krijgt. Dus dat heeft mij wel heel veel tijd gekost om daarmee om te gaan, zeg maar. Dus dat is waar ik vandaan kom. Dus je vader was eigenlijk een reizende vertegenwoordiger, zeg maar. Ja. 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 Altijd in hetzelfde soort product zoals jij hebt. Hè? Je hele loopbaan eigenlijk altijd met auto's te maken gehad. Ja. Je eerste woordje was auto. Klopt, dus, ja. Ja, dat is echt zo, ja. Ja. Dus dat heeft inderdaad, dat is inderdaad iets wat... blijkbaar erin zit. Mijn vader heeft eigenlijk altijd keuzes gemaakt die voor anderen, dacht hij, de beste waren en niet voor zichzelf. Waardoor hij heel lang bij een bedrijf heeft gewerkt waarvan ik me, zolang ik kan herinneren, al hoor van altijd zeuren en er was altijd iets aan de hand. Waarvan ik altijd dacht van ja, maar waarom ga je dan niet weg? En uiteindelijk heeft hij, geloof ik, de laatste 10 jaar wel bij een bedrijf gewerkt. Die stap heeft hij toen gemaakt waarin hij toch wel een heel stuk gelukkiger was en helemaal opleefde weer. Dus hij heeft inderdaad altijd, om op jouw vraag terug te komen, in de automaterialen gezeten. Starter en dynamo's deed hij, revisie deden verkopen. Ik heb er altijd wel naar gekeken met een bepaalde blik van ja, waarom maak je niet de stap naar? Maar goed, dat is vanaf de buitenkant makkelijk gezegd altijd natuurlijk. Ja, leef je ouders nog? Ja, zijn beide nog gezond, actief, zijn nog samen ook. Dat is ook nog wel een bijzonderheid in deze tijd. En ze zijn heel gelukkig, ze zijn heel blij. Ik moet zeggen dat ze echt van het leven genieten samen. En... Als je al de weg bent, kun je geen ruzie maken, Martijn. Hè? Dus dat is op zich... dat lukt ook nog wel, hè? Oké. Nee, dat klopt. Maar ze hebben elkaar op een gegeven moment... Je moet op een gegeven moment ook wel een beetje investeren in dingen. En ik denk ook wel dat zij door alles wat zij hebben meegemaakt... het verliezen van een dochter is ook niet makkelijk. Dat zij wel altijd bij elkaar zijn gebleven. En er altijd voor elkaar zijn geweest. En ik denk dat er wel een hele sterke band is ontstaan daardoor. En ze waren ook jong toen ze kinderen kregen. Dus ja, dat is ook allemaal niet makkelijk. En zeker niet in die tijd. Ik bedoel, het is toch wel een andere generatie. Als ik naar ze kijk, ze zijn gezond, ze zijn blij, gelukkig. Ze doen leuke dingen. Maar zullen jouw zoon 160, 65 zijn dan? Ja, nee, die zijn... Mijn vader is inmiddels, pak me niet op een jaar, maar die is volgens mij 71 en mijn moeder is 72.
Ja. Nou, ik zag je bent op de Albert Schweitzer in Nijkerk. Ja. Dat zal school zijn toen, dat ja. De HAVO. Ja. Je was dus in die tijd best al wel, nou, HAVO, je hebt MAVO en HAVO in die tijd. Had je altijd al kopie? Nou, ik denk wel dat ik zeker wel de capaciteit heb, zeg maar. Alleen, ik heb ook wel een hele grote onrust in mij. En ik weet niet of dat ADHD is of ADD of wat voor stempel je erop moet drukken. Ik denk ook wel dat het te maken heeft met hoe het thuis ging en hoe het, wat ik al zei, hoe het met mij ging op school. Want dat was nooit echt heel veel plezier. Waardoor ik eigenlijk nooit mijn potentie heb kunnen benutten, zeg maar. Dus ja, capaciteit heb ik, maar het moet er ook wel uitkomen en dan moet je ook wel in begeleid worden. En zeker op het moment dat je wat meer begeleiding nodig hebt. Ik zie dat nu ook bij mijn dochter, die heel slim is en die heel veel kan, maar die dus geen begeleiding krijgt en vervolgens op de bank zit. En ik denk dat ze inmiddels 4 keer heel YouTube heeft afgekeken. Dus dat heb ik wel heel erg gemist, die begeleiding. En het was gewoon druk en vervelend. En toen heb ik de klas eruit gestuurd. Terwijl ik eigenlijk gewoon iemand nodig had die me bij de hand zou nemen en zeggen van, hé, maar laten we eens kijken hoe we dingen wel kunnen doen. Dus jij was al degene die in de hoek stond? Ja, ja. Ja, en daarna altijd degene die ook wel een beetje de clown, hè, want je wil toch een stukje herkenning en de mensen moeten je leuk vinden en dat soort dingen. Dus ik was op school nooit de beste vriend van de leraren. Ik heb daar niet hele warme herinneringen aan, zeg maar. Nee. Aan school en aan dat soort dingen. Nee. Want dan heb je MBO gedaan in Amersfoort, detailhandel. Ja. Dus toen was er niet, had je nog een idee van ik moet richting de auto's en niet richting IVA of iets dergelijks? Nou, heel eerlijk, ik ben nooit zo heel erg ambitieus geweest. Omdat ik, weet je, op het moment dat je zeg maar aan het overleven bent, dan heb je niet echt ruimte voor ambities. Er zijn overigens wel mensen die daardoor juist heel sterk willen en van alles en nog wat oppakken en juist wel die ambities hebben. Maar bij mij werkte dat niet zo. Ik heb dus eigenlijk gekozen voor iets waarvan ik dacht van ja, weet je, dat kan ik. En ik wil het mezelf ook niet te moeilijk maken. En dat klinkt misschien niet heel mooi, maar dat is wel hoe het op dat moment was. Ja. Dus nee, niet met auto's. Ik had er altijd wel heel erg veel interesse in. Alleen ik heb daar niet over nagedacht om in die richting wat te gaan doen. Nee. Nee. Dus toen was het ondernemerschap, zit er nu wel in, maar toen niet. Je hebt eerst bij Wiegel gezeten als accountmanager. En eigenlijk altijd dus wel in het commerciële werk. Ja. Daar toch wel een beetje de voetsporen van je vader gevolgd. Nou, sterker nog, mijn vader die werkte bij Wiegel. En dat is eigenlijk de eerste echte baan die ik had. Hè, daarvoor had ik alle andere dingen. Dus ik heb wel dat commerciële stuk gevolgd. En dat was, mijn vader werkte daar en ze hadden mensen nodig. Dus ik ben gesolliciteerd en aangenomen. En toen ben ik daar aan de gang gegaan. Dus dat klopt, ja. Ja. Wat was je voor vertegenwoordiger? Ik was een vertegenwoordiger die best wel goede resultaten haalde. Ik kwam in een rayon. Ik ging mee met de toenmalige vertegenwoordiger die ik verving. En toen ging ik een rondje mee en toen dacht ik van ik weet niet wat jij doet, maar ja, voor mij is dit niet wat je moet doen. En ik kwam ook bij heel veel klanten die ons al heel lang niet meer gezien hadden, terwijl hij daar wel langs had moeten rijden. Dus voor mij was het echt wel een uitdaging om daar wat moois van te maken. Dus om echt wel te kijken van hoe kunnen we die omzet omhoog, hoe kunnen we, hè? Dus daar was ik best wel succesvol in. En ik ben iemand die heel erg op de relatie zit. Dus gewoon leuke gesprekken, leuke relaties. Zorg dat je mensen een beetje aan jouw kant krijgt. En dan kun je best wel wat verkopen. Dus dat is wat ik deed. Maar ik liep een beetje tegen hetzelfde aan. Waar ik mijn vader al jaren over hoorde. Dat als een bedrijf niet een bepaalde richting op wil. Of op een bepaalde manier niet dezelfde visie heeft. Of misschien zelfs niet zo heel veel interesseert hoe dingen gaan, dan
ja, en op een gegeven moment botst dat en wil ik verder en dan komt dat niet. En dan ben ik toch wel wat ambitieuzer. Ja, en toen heb ik ook gezegd van, dan moet ik mee stoppen, want hier word ik niet gelukkig van. Nee. Dus. Nee. En toen bij een paar autodealers dan denk ik gezeten. Ja. Ja, Michel Visser Automotive. Dat weet ik niet. Tenminste, Auto Palace, ik zag Oving staan. Ja. Ja, ik ben begonnen bij ik kwam met het uitzendbureau. Dat is zo grappig. Ik kwam met het uitzendbureau. Ik zei, joh, ik wil wat anders, want ik ben niet gelukkig. Maar wat wil je dan? Ik zei, nou ja, verkopen. Iets met auto's vind ik geweldig. En zij had een kennis, die had een autobedrijf van Ramshorst. En die heeft ze gebeld. Ik mocht op sollicitatie. En dat was eigenlijk mijn eerste ervaring met de autoshowroom. En daarna ben ik bij Visser beland in Nijkerk, wat uiteindelijk Auto Palace geworden is. En toen naar Zwolle, naar Oving. En daarna, dat was eigenlijk van particulier naar de zakelijke markt. Dus dat vond ik wel heel mooi. En was dat altijd dat mensen naar je toe kwamen, of was je toen ook al dat je de hard op ging? Nou, ik moet eerlijk bekennen dat als ik terugkijk op, en dat is ook de reden dat ik nu dit doe, wat ik nu doe, zeg maar. Als ik terugkijk op dat verhaal, ben ik eigenlijk niet zo'n hele goede verkoper. En dat komt omdat ik het leuk vind om een relatie op te bouwen. Ik vind het leuk om een relatie te onderhouden, om goede gesprekken te hebben met klanten, om daarheen te gaan. Maar echt het koude, het koude stuk. Dat bord voor de kop en gewoon gaan. En dat heb ik toch niet in mij. En dat merkte ik ook in de verharding van de markt eigenlijk. Want op een gegeven moment ging het niet meer over de auto, maar over hoeveel korting. En dan moest je eigenlijk al verlies schrijven. En dat uiteindelijk met de bonus aan het einde van het jaar, die je dan van de importeur kreeg, goed maken om je aantallen te schrijven. En dan was je eigenlijk niet meer bezig met adviseren, maar dan was je gewoon bezig met een offerte uitbrengen. En als die scherp genoeg was, dan mocht je misschien leveren als niet de andere dealer dan nog scherper was, zeg maar. En dat vond ik gewoon geen prettige ontwikkeling. Dus ik merkte gewoon dat ik daar niet gelukkig van werd, zeg maar. En dat ik ook niet gelukkig werd van het moeten verkopen van iets wat je toevallig verkoopt, zeg maar. Ja. Ja, maar op zich, je zou zeggen, als iemand naar een auto gaat kijken, dan is zou ik wel zeggen, dan is de verkoper wel heel erg bepalend. Of ik het hem gun of niet. Dat zou je zeggen. Dan zou jouw kwaliteit juist zo naar boven kunnen komen. Klopt. Ja, en dat was ook zo, zeker. Want ik heb ook heel veel auto's verkocht. En ik was daar ook best wel goed in. Alleen op een gegeven moment was het zo dat, zeker na de crisis in 2008, mensen bij mij een heel goed gesprek hadden. Maar dat ik hem niet kon afronden, omdat ik niet de juiste, misschien de juiste verkooptechniek toepaste. Of dat ik misschien niet te pusherig was, of dat ik misschien niet. Want je merkte gewoon dat mensen met een heel goed gevoel de auto kwamen laten zien die ze ergens anders gekocht hadden. Van kijk eens, wel fantastisch, en we hebben een Peugeot gekocht hoor, maar dit is hem geworden. En dan dacht ik, volgens mij niet bij mij, ik weet niet, maar wat is er dan misgegaan? Ja. Dus je hebt gelijk, zeker is dat heel belangrijk. Alleen dat werd dus steeds minder belangrijk. Ze wilden nog wel dat goede gesprek en een heel goed advies. En dan vervolgens gingen ze de markt op om te kijken. En dat was een autobedrijf niet uniek in. Ik bedoel, dat gebeurt ook bij de mediamarkt en bij de, noem alle andere elektronica zaken op, waar mensen dan gaan kijken om advies en dan vervolgens op internet de goedkoopste kopen. Dus dat is wel een verandering die ik echt heb zien gebeuren, zeg maar. Ja. Is dat nu, als je nu kijkt, is dat bijvoorbeeld 5 jaar geleden nu nog weer compleet anders? Want je bent volgens mij sinds 2013 ben je al ondernemer geworden. Ja. Daar gaan we zo meteen hebben over die switch. Is dat over de afgelopen 7 jaar nog weer enorm veranderd? Als ik kijk naar de verkopers, want daar hebben we best wel veel mee te maken, dan denk ik dat daar niet heel veel veranderd is. In ieder geval niet in de goede zin. Als ik kijk naar de consument, ja, dan denk ik dat gewoon is doorgezet, die lijn. Mensen die willen graag online gewoon geïnformeerd worden, die willen kijken, vervolgens wel ergens heen om wat te zien en te voelen.
Maar ik heb niet het idee dat zij echt nog op die relatie zitten. Dat zij echt wel op die prijs en op de... ik wil niet zeggen dubbeltje op de eerste rang, maar dat is wel iets wat heel erg speelt. En is dan in jouw beleving dan het gunnen nog belangrijker geworden of eigenlijk juist minder belangrijk geworden? Nou, ik denk uiteindelijk, als ik kijk naar de bedrijven die het heel goed doen, dat die het echt van de gunning moeten hebben. Alleen dan heb je het over wat verkoop je. Kijk, als jij een nieuwe auto verkoopt, die is overal hetzelfde. En op het moment dat jij een gebruikte auto verkoopt, dan kun je dus veel meer waarde toevoegen in het proces. En wat ik heb gezien, en dat is wel een hele grote verandering. Ik kom bij Visser Automotive vandaan, hè. Dat is nu overgenomen. Dat was toen een bedrijf met 2 vestigingen, waar we gewoon goed auto's verkochten. Zo'n bedrijf, dat zie je gewoon verdwijnen. Dat kan niet meer. De kosten zijn te hoog, de eisen zijn te hoog. Dus dan wordt dat een groot bedrijf in een grote holding die een visie heeft. Maar hoe groter, hoe moeilijker het is om die visie ook helemaal door de gigantische organisatie te laten dalen. Dus je merkt gewoon dat volgens mij minder persoonlijk wordt. Dus dat het gunnen op zich nog heel belangrijk is. Alleen dat je bent in zo'n grote dealerholding ben je zo afhankelijk van zoveel schakels. Dat het op heel veel punten ook mis kan gaan, zeg maar. Ja. Dus ik denk dat als je echt onderscheidt, dus echt met goede service, echt met onafhankelijk advies, met echt een goede, hè, dat je daar best wel goed kunt verkopen. Maar voor nieuwe auto's, ja, zie ik eerder de trend dat het minder om gunnen gaat, maar meer echt om prijs en dat je zo groot mogelijk bent en daardoor ook gewoon de beste deals kunt aanbieden. Zoals bijvoorbeeld wat ik wel hoorde bij Tesla, dat was gewoon je kocht een auto en je kwam ergens achteraf op een grote parkeerplaats kon je hem ophalen. Ja. Maar er was eigenlijk heel weinig persoonlijk contact, zeg maar. En wat ik wel de vergelijking met Remco Kuiper, die ik de vorige podcast sprak, die zei ook van in zijn bedrijf nu, is die gunning belangrijk? Maar toen hij bij KPN werkte, was het naar de klant verkopen misschien nog wel makkelijk, maar dan vervolgens de opdracht binnen het bedrijf te verkopen en te zorgen dat je het goed voor elkaar kreeg. Dat was al een baan op zich. Ja, maar dat precies wat je nu zegt. Ik sprak ooit een businesslid, business open lid, en die komt niet uit de auto's. Dus die kwam ik tegen bij de koffietafel. Hey, leuk, voorstel, wat doe je? Ik werk daar en daar. Ah, top, auto's, oké. Dat heb ik ook gedaan. Dus hij zei, maar kom niet uit de branche. Dus, het eerste wat je moet doen als je maandag naar de zaak gaat, is gewoon taart halen. En die ga je naar het magazijn brengen. Dus je gaat taart halen, die ga je naar de receptie brengen. En daar moet je vriendjes mee worden. Want dat zijn de belangrijkste mensen van het bedrijf. Want als jij namelijk een auto verkoopt aan een klant die volgende week moet rijden, dan moet je dat bij de verkoop, of moet je dat bij de receptie, moet je dat verkopen. Ja. Die zeggen, moeilijk, lastig en al het gezeur, maar omdat je vriendjes bent, prima. Maar dan moeten zij dat ook nog weer bij het magazijn verkopen. En dat zijn dus gewoon 3 bedrijven in 1 bedrijf. En hij keek mij zo aan en zegt, ja, dat heb je wel heel mooi omschreven, want dat is precies hoe het is. Ja. Maar dat is dus inderdaad heel lastig. En hoe groter dat wordt, hoe moeilijker het dus wordt om echt die persoonlijke service te leveren. En echt die persoonlijke aandacht te geven. En echt dat ook zo'n klant in dat hele proces te laten ervaren, zeg maar. Dus dat, ja. Ik zou bijna consultant worden in die sector om bedrijven te laten zien dat zo werkt. Dat het eigenlijk dus, je zult maar eigenaar zijn van zo'n groot bedrijf. En weten dat er in jouw bedrijf dat aan de hand is. Ja, maar de bedrijven weten dat. En ik heb bij heel veel dat soort consultants aan tafel gezeten, omdat we trainingen moesten volgen. En daar zie je, je moet het documentaire Autobedrijf 2.0 maar eens kijken. Dat is een heel mooi voorbeeld. Daar zie je eigenlijk 3-4 mensen zitten van de 10 die aan het begin van de dag heel blij zijn en echt denken van, hé, wat kunnen we leren? En dan zitten er 6-7 met de handen in de zak onderuitgezakt van, ja, maar we doen het al heel lang zo en ik zit hier omdat ik moet en ja, je hoeft mij niks meer te vertellen. Ja, en dat heb je gewoon. En hoe groter die organisatie, dat is echt een uitdaging. Dus ik weet zeker dat die bedrijven dat weten. Aan de andere kant is het heel lastig om zo'n cultuur, je moet niet vergeten, het zijn culturen van allerlei verschillende bedrijven die worden overgenomen. Ja, om al die culturen richting 1 cultuur te krijgen, dat is gewoon ontzettend lastig. Ja, dus ik,
Ik zie wel dat de bedrijven die het goed doen, en met name de occasionmarkt, dat daar is ontzettend, daar is zoveel groei in geweest de afgelopen jaren. Dat is een beweging die al lang ingezet is. Want toen ik nog bij Volkswagen werkte, weet ik op een gegeven moment dat onze penetratie van auto's in de werkplaats van 5 jaar en ouder, ja, die was gewoon dramatisch. Ik weet niet meer hoeveel, maar die was echt heel laag. Dat betekent dus iedereen die een auto rijdt, die rijdt 2 jaar bij de dealer voor de garantie. 1 beurtje. Ja, het derde jaar misschien nog een keer een APK en dan iets duurder beurtje. Het 4e jaar werd al een stuk minder, maar het 5e jaar, wanneer het interessant wordt, ja, kwamen ze bij de Universeel en dan werden ze supergoed geholpen. Ja, willen ze dan een nieuw of pakken ze dan een jong gebruikte bij de Universeel? Waar ze gewoon echt helemaal, hè, die ontwikkeling die is al heel lang gaande. En ik heb dat echt zien groeien van een klein universeel bedrijf naar in één keer een universeel bedrijf wat heel veel auto's verkoopt. En noem maar Zelderijk bijvoorbeeld in Harderwijk, maar ook een Schouten in Ermelo. Ja, dat zijn bedrijven die gewoon een enorme groei hierdoor hebben meegemaakt. Eigenlijk door het falen van de dealerorganisatie. Ja, zeg maar. Ja. Nou, we gaan naar het kantelpunt. Dat het moment dat je dacht, en nu wil ik geen loonslaaf meer zijn. Maar dan wil ik, ja. Nou ga ik het, wat was dat je zei van, ja, maar dit ga ik dus gewoon anders doen. Dit wil ik niet meer. Of was juist, dit wil ik nu wel. Nou, wat ik tegenaan liep constant, was dat ik heel slecht ben in en daar ben ik wel beter in geworden hoor, inmiddels. Maar ik was heel slecht in politiek bedrijven. Ik weet nog dat ik bij een werkgever in dienst kwam en dat ik daar echt letterlijk de eerste dag dat ik daar kwam bijna slaande ruzie had met degene die dan een soort van verantwoordelijk was voor mij. Ik wil niet zeggen leidinggevende, maar dat was dan wel de gevierde man. Wat irriteert je dan? Nou, ik ben iemand als dat is ook niet altijd handig, maar ik ben iemand die gewoon wel een mening heeft en ook wel bepaalde dingen ziet en dat dan ook wel benoemt. En als wij in een vergadering op een gegeven moment zitten en ik hoor bepaalde dingen waarvan ik denk, maar hoezo doen we dit? Terwijl er heel veel politiek achter zit waarom dat gebeurt, dan benoem ik dat. Ja, en dan schop je natuurlijk wel een paar mensen tegen de schenen. Ja. En dan maak je geen vrienden mee. En dat snap ik ook heel goed, want zo werkt dat nou eenmaal. Maar daar kan ik dus niet mee omgaan. Ik kan dus niet lachen op commando, omdat ik daarmee iemand die ik nodig heb straks weer. Dus daar liep ik heel erg tegenaan. En ik liep ook heel erg tegenaan dat ik bepaalde dingen wilde of bepaalde dingen juist niet wilde. Kijk, ik ben altijd iemand die vroeg op de zaak was en vaak ook laat wegging. Maar als ik dan een keer tussen de middag ergens heen moest voor privé en er wordt op een gegeven moment een opmerking over gemaakt van, joh, maar dat kan echt niet. Nou, dat zijn allemaal kleine dingen, maar dat geeft wel een beetje aan hoe werkgevers, in ieder geval mijn werkgevers, misschien heb ik allemaal verkeerde werkgevers gehad, maar tegen werknemers aankeken. Dat wilde ik gewoon niet meer. Toen dacht ik echt van, ja, ik kan weer auto's gaan verkopen bij een ander bedrijf, waar ik tegen dezelfde dingen aan ga lopen. Of ik kan stoppen met verkopen en meer op de adviesrol gaan zitten. Want dat is namelijk wat ik heel leuk vind. Ik heb wel eens gekscherend gezegd tegen een collega, we moeten adviesbureau Visser op het dak zetten, want wij doen zoveel adviseren en dan krijgen we de order niet. Dan moeten we gewoon een factuur sturen voor het advies, want het is gewoon heel goed advies. Ja. Ik heb heel veel kennis en expertise opgebouwd. Ja, zonde om dat weg te gooien. Dus toen ben ik gaan nadenken van wat wil ik dan wel. En dat is gewoon bedrijven onafhankelijk adviseren. Dus dat ik naast het bedrijf sta om te zorgen dat zij op een goede manier, met respect voor leveranciers, de juiste keuzes maken. Dus dat was voor mij echt het kantelpunt dat ik dacht van ja, nee, ik ga niet nog een keer weer bij een baas werken. En dat is toen in 2013 toen met Flexim begonnen? Ja, ja. Ja, toen deed je dat alleen? Nee, Flexim heb ik opgestart met een vriend, toenmalige vriend. En dat was, als ik daarop terugkijk, kijk, die stap was voor mij best wel spannend. Toen werd de stap thuis ook gedragen? Ja, op zich werd hij thuis wel gedragen. Alleen, kijk, ik ben gescheiden en dat was ook wel een beetje de periode dat het allemaal thuis niet super ging. Dus
ik had daar op zich niet heel veel overleg voor nodig. Ik deed mijn ding. En alleen, ja, ik vond dat wel spannend. Dus ik heb dat toen samen met iemand gedaan. En ik, als ik er nu op terugkijk, was ik heel erg bezig met het vormgeven van het bedrijf. Hoe we dat dan gaan doen. En daar kon ik urenlang rapporten voor schrijven en plannen en weet ik het allemaal. Maar als het dan tot de uitvoering kwam, vond ik dat wel heel spannend. En ik ben er toen ook wel achter gekomen. Ja, weet je, je kunt heel veel schrijven, maar je moet op een gegeven moment gewoon gas geven. Je moet het gewoon doen. Dus dat ben ik toen samen gestart. Uiteindelijk heb ik wel alles zelf gedaan, maar dat was meer een soort van adviesrol dan dat hij echt actief meehielp. En wat deed Flexim? Dat was, zou ik maar zeggen, waar je anders niet voor betaald kreeg. Advies in mobiliteit was dan, denk ik. Ja, ja. Dat eigenlijk gewoon voor bedrijven doen. Dus eigenlijk onafhankelijk van welke auto, welke leverancier er nog waren. Ja, dat was inderdaad het idee. Met ook een stuk wagenparkbeheer, eigenlijk wat we nu doen. Maar de propositie was niet helder genoeg. Dus ik deed heel veel. En uiteindelijk merk je dan dat de klant dan ook niet begrijpt wat je doet. Dus ja, dan zit je aan tafel, maar ja, oké, ja, ik hoor wat je allemaal kan, maar wat heb ik eraan? Maar we deden in feite, en dat is het wat ik het meest gedaan heb, is inderdaad advies geven. Dus echt adviestrajecten bij bedrijven. Hoe doe je het nu? Hoe kan het anders? Hoe kan het beter? Met name dan op het wagenpark. Alleen dat was een heel lastig concept. Mensen begrepen dat niet. Die moesten mij geld afrekenen voor iets waarvan ze niet zeker wisten wat het dan gaan opleveren. Ja, maar wat bespaar ik dan? En hoe dan? En hoe ga je dat dan doen? Nou, we hebben goede resultaten geboekt. We hebben aanbestedingen gedaan. We hebben echt bedrijven geholpen om heel erg te besparen. Dus op zich was dat wel goed. Alleen het verhaal, de propositie, ja, op dat moment sloeg niet aan, zeg maar. Maar was je op dat moment, waar ze normaal iemand voor in dienst hadden, die werkzaamheden, die voerden jullie dan op dat moment uit? Nou, want degene die in dienst was, die doet vaak niet, die denkt dat hij het goed doet of die weet misschien wel dat het beter kan. Alleen, je moet je voorstellen, als je weinig kennis van de markt hebt, dan doe je het al snel goed. Ik denk, ja, ik vergelijk het wel eens met vroeger deden mensen de was met de hand. Want er was geen wasmachine en men kende het ook niet. Dus dat is prima. Alleen op het moment dat jij dus niet weet wat er mogelijk is en wat er allemaal kan in die markt, dan is het ook heel lastig om, voor mij althans op dat moment, om uit te leggen hoe het anders kan. Dat kan ik wel in een heel mooi rapport. Maar om dat uit te leggen wat ze dan krijgen en hoe dat dan voor ze werkt en dat ze dan ergens anders moeten inkopen of bij een partners afspraken moeten maken of de schadeafhandeling anders moeten regelen of de verzekering op een andere manier moeten insteken of misschien wel van koop naar lease moeten of andersom. Ja, die mensen die denken, ja, we doen het toch goed. Dus ja, moet ik nu geld gaan betalen voor een rapport? Maar wat ga je dan doen precies? Ja, hoe dan? En die snappen dat. Dus dat was een lastige, zeg maar. Dus het was niet zozeer de taak overnemen. Het was gewoon meer helpen degene die het doet. Helpen om het beter te doen en het kostenefficiënter te doen, zeg maar. Ja. Dus je hebt dat bedrijf had je toen van jezelf. Een vriend van jou, die helpt jou, die adviseert jou. Ja. Hoe ging je toen met die eenzaamheid op? Want toen moest je moest zelf allerlei dingen beslissen. En nou, mooi dat een vriendje wat adviseert, maar hoe? Dat is eigenlijk voor mij wel, los even van wat ik net schetste, zeg maar, wat een uitdaging is. Want handel binnenhalen. Ik denk, ik heb een supergoed verhaal. Ik ga bellen en dat gaat top. Nou, dat is echt een van de lastigste dingen. Maar op de tweede plek, of misschien wel een gedeelde eerste plek, is inderdaad die eenzaamheid. En met name als je uit loondienst komt, je bent niemand meer verantwoordingsschuldig, behalve jezelf. En op het moment, ik heb heel lang mij schuldig gevoeld als ik niet 8 uur per dag werkte. Dus dan keek ik van, heb ik al 8 uur gewerkt? Ja, dan kan ik nu wat doen. Dus het voelde eigenlijk niet als vrijheid. Het voelde meer als, oké, ik kan doen wat ik wil, maar toch vind ik het nog heel lastig, want de baas Martijn Roede was eigenlijk nog wat strenger dan de werknemer Martijn Roede. Zeker, zeg maar. Ja. Dat absoluut. En met name, want op zich moet ik zeggen dat in het begin heel goed ging. Maar op een gegeven moment ging dat door allerlei redenen, ook wel privé,
ging dat op een gegeven moment bergafwaarts en ging dat dus niet meer goed. En ik merkte gewoon dat dat kwam doordat ik geen doelen stelde. Want ja, op het moment dat jij een doel stelt voor jezelf en dat uitspreekt en dat ook deelt met anderen, en daar ben ik zo achter gekomen, dan wordt dat dus iets wat tastbaar wordt. En maar dan wordt het ook iets waar je dus, ja, wat je ook kenbaar maakt, waar je dus ook niet meer, je kunt je niet meer verschuilen, zeg maar. Niemand kan tegen jou zeggen van het gaat slecht of het gaat goed als jij je doel niet deelt. Maar als jij je doel wel deelt en iemand ziet dat dat niet gehaald wordt, dan kun je vragen krijgen of mensen kunnen daar wat van vinden. Of, dus dat heeft mij wel heel erg geholpen om uiteindelijk echt de volgende stap te maken en ook verder te komen. Want ja, zonder doelen leef je een beetje van opdracht naar opdracht. En als die dan niet doorgaat, ja, dan moet je weer opnieuw beginnen. Terwijl je maar ja, eigenlijk een beetje in de marge aan het rommelen bent. Ja. Dus dat heeft voor jezelf wel niet van, ik wil dat salaris eruit kunnen halen. Of ik wil... Toen niet, nee. Nee. En nu heb ik hele heldere doelen. We hebben, voor 2 jaar geleden, maar in feite is het 1,5 jaar geleden, 2019, eind 2019, ben ik heel erg bezig. Daarvoor was ik al bezig met doelstellingen en met het helder omschrijven wat jij zegt. Hè, wat moet ik eruit halen? Wat moet ik er dan voor doen? Hoe ga ik dat dan realiseren? En dat geeft al heel veel handvaten om ook de juiste dingen te doen, zeg maar. En ook te weten dat op het moment dat je de dingen niet doet die je zou moeten doen, nou, dan zie je dat ook meteen terug. Dus dat is heel fijn. Maar nog steeds was op dat moment mijn propositie nog veel te breed. En was het ook nog niet helder. En we hebben eigenlijk 2019 de keuze gemaakt om puur te focussen op wagenparkbeheer. Heel helder. Dit is wat we doen. We beheren wagenparken voor het MKB. Klein midden, dus tot 40, 50 auto's zo'n beetje. Dat is een groep waar we vaak met de ondernemer aan tafel zitten, waar een HR-dame over het algemeen zit, die er niet zoveel zin in heeft, die er misschien niet zoveel verstand van heeft en het ook niet zo leuk vindt. Nou, daar kunnen wij echt waarde toevoegen. En daar kwam een nieuwe naam, een nieuwe huisstijl, een nieuwe website en... Dat heeft heel veel in gang gezet. Samen met die doelstellingen was het in één keer helder wie we waren, wie we zijn. En was het in één keer helder waar we heen wilden of heen willen. Dat maakt het verhaal veel makkelijker. Ja, maar dan even heel concreet. Wanneer moeten ze dan jou bellen of jouw compagnon of zo hebben hoe die erbij is gekomen? Eigenlijk op het moment dat jij auto's hebt rijden... En degene die daar verantwoordelijk voor is, dat is nooit een dagtaak. Tenminste niet in onze doelgroep. En als je 20, 30 oud bent, is het geen dagtaak. Degene die daarmee bezig is, die heeft er te weinig verstand van. Die heeft er geen expertise op dat gebied. Dan moeten ze ons bellen. En hebben ze dan die auto's nu, leasen ze die auto's of hebben ze die in eigendom? Beide is mogelijk. Okay. Ja. Kijk, je moet het zo zien, een wagenpark beheren is echt een expertise. Want... De meeste bedrijven kopen een auto met heel veel korting. Dan hebben ze het goed gedaan en vervolgens gaat die auto rijden. Maar die auto rijdt 5 jaar of 4 jaar. Maar ik zeg altijd op het moment dat je het verkeerde auto koopt, heel goedkoop, dan heb je nog steeds een te dure auto. En datzelfde geldt voor lease. Heel veel bedrijven die vergelijken leaseoffertes en leasen dan de goedkoopste. En vervolgens gebeurt er 4 jaar niks met dat leasecontract. Dat loopt door, dat wordt een keer aangepast en noem maar op. En juist op dat stuk inkoop zijn wij heel scherp, omdat wij connecties hebben. Wij kunnen met de partijen waar we mee samenwerken heel scherp inkopen. We vergelijken ook die partijen altijd op dezelfde voorwaarden. Dus dat resulteert gewoon echt in verschillen soms op leasecontracten tussen de 100 en soms wel meer per maand. Hè, en een beetje afhankelijk van de grootte van de auto. Dus daar heb je al je eerste winst te pakken, maar vervolgens gaat zo'n auto rijden. En rijdt hij misschien meer of minder kilometers. Maar dan moet het contract worden aangepast. Maar wat is dan reëel? Hij gaat van €500 naar €4.500. Maar is dat wel reëel? Of hij gaat van 500 naar €600. Ja, is dat niet te veel? Is dat wel reëel? Dus dat is wat wij dan bekijken. Maar ook adviseren van... Mooi voorbeeld, ik kom bij een klant en hij rijdt een auto. Die rijdt 10.000 kilometer per jaar. En dat is gewoon een hele dikke Volkswagen Touran diesel. Maar waarom dan?
Ja, hij past ook al niet binnen het budget, maar we hebben wat met de kilometers aangepast en toen paste die wel. Ja, dat is niet hoe je een budgetberekening maakt, want dat is namelijk voor iedereen hetzelfde. En je moet ook geen diesel rijden, dus die was heel goedkoop ingekocht, maar een totaal verkeerde auto. Dus op dat vlak adviseerden wij ook. Dus je bent er gewoon zeker van op het moment dat je ons belt, dat jouw wagenpark optimaal beheerd wordt en dat je ook tevreden berijders hebt die binnen de normen die je stelt als werkgever de juiste auto's kunnen uitzoeken, zeg maar. Ja, en is het, het is echt altijd auto's, dus bedrijfsauto's en luxewagens, ja. Of ook nog wel andere dingen die in de lease zouden kunnen vallen? Als je het hebt, het is altijd mobiliteit. Heel actief zijn we niet bezig met bijvoorbeeld fietsen, maar er zijn wel een aantal zorginstellingen waar we ook daarnaar hebben gekeken en ook hebben geadviseerd. Want dan heb je het over een fiets of over een elektrische scooter. Dus wij kijken altijd wel mobiliteitsbreed wat er kan. En wat je ziet is dat de laatste tijd ook wel een klein beetje meer gekeken wordt naar bijvoorbeeld mobiliteitsbudget. Dus iemand krijgt geld en die mag dan zelf wat regelen. Alhoewel dat in onze doelgroep, het midden-kleine MKB, minder urgent is dan op de grote corporates die op de Zuidas zitten, waar geen parkeerplekken zijn en mensen allemaal in Amsterdam of omstreken wonen en niks met een auto kunnen. Maar dat is wel een beweging die gaande is. Maar we doen eigenlijk alles met mobiliteit. Dus als je het hebt over printerslease of dat soort dingen, dat doen we niet. Nee, nee. En Noordoost-Nederland, heel Nederland. Heel Nederland. Want ja, wij kunnen in feite heel veel online, zeg maar. We werken natuurlijk gewoon online. De acquisitie, moet ik zeggen, door de corona is ook grotendeels online nu. Maar je merkt wel dat regionaal gezien Ian zit in het noorden van het land en daar ook best wel veel relaties heeft. En je merkt dat dat ook wel werkt. Hè? Dus dat je gewoon relaties hebt die weer door dingen weer doorvertellen. Dus in dat opzicht is het wat meer georiënteerd op Noord-Nederland, dus de regio van mij. Maar als we het hebben over onze koude acquisitie en marketingactiviteiten, dan is dat dan echt landelijk. Ja, en Ian, die naam hoorde, had ik aan het begin natuurlijk genoemd. Ja. Wat is Ian met jou in contact gekomen? Waarom niet meer alleen? Waarom was dat om die focus te houden, om wat meer die doelen te stellen? Is Ian er goed in? Op een gegeven moment, ik heb een andere visie gekregen over wat ik net schetste, wagenparkbeheer, ik wil ergens heen, strakke doelen, naamsverandering, noem maar op. Met Ian werkte ik al samen bij de leasemaatschappij waar hij toen werkte. Hij was onze accountmanager, mijn accountmanager. En dat klikte heel goed en hij belde mij op een gegeven moment op, viel meteen met zijn privételefoon, dus ik wist niet wie ik aan de lijn had. Dus maar hey, ik bel je even met privé, en dacht ik van oké, maar dat is niet, het zal vast wel iets zijn. En hij zei, joh, ja, even onder ons, maar ik zit niet echt op mijn plek meer en ik wil een keer met je praten. Ik zei, nou prima, dat kan. Ik was niet op zoek naar iemand, maar ja, ik heb hem al een jaar of anderhalf jaar zien werken. Ik denk, ja, hij is wel een goede gast. En wat zag hij nou in jou dat hij zei, ik moest even met jou praten? Nou, echt dat onafhankelijke adviseren van je klanten. Dus echt het naast je klant zitten. Wij zeggen altijd, we zijn in dienst van de klant, maar je betaalt niet je werkgeverslasten. En als we ziek zijn, dan wordt er ook gewoon doorgewerkt. Dus we zitten echt naast de klant, eigenlijk een soort van in dienst van de klant. En dat sprak hem heel erg aan. Hij zegt, zo werk ik ook wel een beetje bij de lease. Alleen ja, dan moet je gewoon lease orders schrijven. Als je niet genoeg streepjes hebt, ja, dan doe je het niet goed. Dus dat is wat hem heel erg aansprak. Ja, oké, dat is het werk. En dat is je visie. Maar waarom Martijn? Nou, ik denk dat wij elkaar... Jullie werken nu, jullie zijn samen dan nu in een bedrijf. Dat is bijna erger dan trouwen. Nou, dat is erger dan trouwen, ja. Nou ja, het klikt gewoon. Wij zitten een beetje... Nou, we zitten heel erg op dezelfde lijn qua humor. We zitten heel erg op dezelfde lijn qua... Ja... We zijn wel andere personen, heel erg. Dus dat is ook fijn. Hè? Dus opposites attract. We zijn hele verschillende persoonlijkheden. Maar aan de andere kant delen we ook heel veel. En ik denk dat wat hem ook aansprak, is dat... Ik best wel ook gedreven ben, zeg maar.
En ook best wel gewoon een visie heb waar ik heen wil. Zeg maar. Dus dat heb ik ook met hem wel gedeeld op het moment dat we nog niet samenwerkten. Maar samenwerkte in de zin van dat hij bij de leasemaatschappij zat en ik aan de andere kant. Ja. Hebben jullie nu 50-50? Nee, we zijn nu bezig met... We zijn in 2019 is hij bij mij in dienst gekomen. Eigenlijk met de gedachte, we gaan een keer... Toen had ik nog een andere compagnon. Dat was toen mijn autocoach. We hebben inmiddels een switch gemaakt naar mijn autocoach en nu wagenpartners. Nou, met die compagnon heb ik een tijd samengewerkt. Alleen, ja, ik merkte dat dat meer een last dan een lust was. En dat lag niet aan de compagnon, maar dat lag meer aan het feit dat hij zijn eigen business had. En er gewoon weinig tijd was om samen dingen te doen. Daar heb ik met Ian ook gesprekken over gehad. En Ian zei op een gegeven moment, joh, maar ik zie de constructie die je nu hebt, ben je daar gelukkig mee? En met hem ben ik eigenlijk ook in gesprek geraakt. En toen dacht ik bij mezelf, van nou, hier ben ik ook helemaal niet gelukkig mee. Ik moet hier echt uit. Dus dat hij was in dienst. Hij wilde graag voor zichzelf ook wat gaan doen. Die afspraak hadden we ook gemaakt. In 2020 heb ik de aandelen volledig overgenomen. Toen waren we inmiddels ook wagenpartners. Ian was toen nog steeds in dienst en we hebben de afspraak gemaakt dat hij in de komende 2 jaar eigenlijk zichzelf inkoopt. En dat zit hem eigenlijk met name in het feit dat ik weet hoe lastig het is als je van loondienst naar ondernemerschap gaat. Want dat zijn twee totaal verschillende werelden. Dat is echt heel anders. En het is heel fijn dat op het moment dat je samen een commitment hebt, want die hebben we wel. We doen het samen en het voelt ook als van ons samen. Maar ik heb wel geleerd, ik wil dat ook zakelijk bekijken. Dus ik wil ook wel zien dat die waarde die je toevoegt, dat die ook blijvend is. Dat die ook klopt met hetgeen wat je zegt en hetgeen wat we zien. Dus daar hebben we er een 2-jarig traject van gemaakt waarin hij eigenlijk al voor het gevoel eigenaar is. En zo praten we daar ook over. We doen het ook echt samen. Maar hij nu inmiddels uit loondienst is en voor zichzelf zeg maar bij mij aan het werk is. Of in ieder geval voor wagenparts aan het werk is. En dan in 2 jaar tijd zeg maar zich voor de helft inkoopt. Dus dat is eigenlijk de constructie die we op dit moment hebben. Maar dat is meer het stukje juridisch. Kijk, het voelt wel echt als van ons samen. Dus het is echt wel ons kindje. Zeg maar. Ja. 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 Wat is nou, ik vind het wel mooi, wat is nou een typische Martijn Roede klant? Dat is een typische. Er zijn er heel veel, maar een typische. Ja, een typische Martijn Roede klant is iemand die op persoonlijk vlak zaken doet. Die dat belangrijk vindt. Dus een stukje persoonlijk contact. Iemand die ondernemend is. Dus die kansen ziet. En iemand die open staat voor opbouwende, kritiek wil ik het niet noemen, maar wel opbouwende adviezen, die soms echt wel een stukje tekortkoming blootleggen, zeg maar. Van, hé, maar je doet nu dit, maar ja, waarom eigenlijk? Ja, geen idee. Nou, wij adviseren dat. Maar zo'n ondernemer daar dan ook, zo zit ik zelf ook in elkaar, van denkt van verrek, hey, dat is gaaf. Weet je, dat is dat ik dat niet eerder zo heb gezien. Ja, top. Dank je wel. Jouw vakmanschap, zeg maar. Ja, ja. Ja, ja, dat is echt iets wat voor mij essentieel is. Want op het moment dat dat niet zo is, dan. Wij doen niet wat iemand vraagt, zeg maar. Wij vragen altijd eerst nog even waarom wil je dat dan? En als iemand dan zegt van ja, dat hier en hierom. En wij denken van ja, dat kun je wel zeggen, hè, maar. Iemand wilde een caddy op benzine. Ja, waarom dan? Ja, voor het milieu, oké. Of nee, voor de kosten. Ik zei, oké, voor de kosten. Ik zei, maar het is veel duurder dan een caddy op diesel. Maar is duurzaamheid ook een thema? Ja, niet echt. Nee, het is echt voor de kosten. Ik zei, maar dan moet je dat niet doen. Terwijl een ander misschien zegt, oh, benzine, prima, gaan we regelen. Ja. Hè? En dan vind ik het fijn dat iemand dan denkt van, oké, maar dat advies heb ik wat aan, zeg maar. Ja. Hè? Dus dat is mijn ideale klant. En ik moet zeggen dat dat in het begin lastig is, want dan wil je elke klant. Die moet gewoon om ze draaien. En dat dus ook best wel vaak gebotst heeft. En eigenlijk de laatste jaren dat het een stuk beter gaat. En dat we ook heel veel vaste klanten hebben die al heel lang klant zijn. Dus dat is wel heel erg fijn. Ja. Nou, we zijn bijna aan het eind gekomen, Martijn, want we gaan echt wel richting het uur. Dan zou ik graag van jou een soort van ultieme tip willen hebben naar andere ondernemers. Misschien heb ik gezegd andere ondernemers. Zoals jij.
Wat voor ultieme ondernemerstip zou je dan geven? Begin er nooit aan. Nou, ik denk de ultieme tip voor mij was echt doelen stellen. Heel helder, of je nou ZZP'er bent of niet. Als je geen doelen hebt, kom je gewoon niet verder. En daarnaast, want sommigen zeggen, ja, ik ben blij met wat ik heb. En prima, het gaat goed zo. Als je geen doelen hebt, dat brengt ook onrust, zeg maar. Dus het heeft mij heel erg veel gebracht. Dus mijn ultieme tip voor ondernemers zoals ik. En ook ondernemers die denken, ik wil starten. Begin met het, dat is niet mijn uitspraak, maar begin met het einde voor ogen. Want dan weet je namelijk waar je heen gaat. En dan weet je ook hoe je daar moet komen. En heel belangrijk, want dat is ook wat ik heel erg bekeken heb. Is het haalbaar? Want het kan ook zijn dat hetgeen wat je wilt en het doel dat je stelt en voor ogen hebt. Dat je daar dingen voor moet doen die je niet kunt of niet wilt. Dus dat maakt gewoon heel veel helder. En dat geeft gewoon heel veel rust. En dat is ook een belangrijke deel die doelen met mensen. Want dan worden ze namelijk tastbaar en dan voelen ze ook als een verantwoording naar, hey, hier heb ik dus echt iets mee te doen. Dat is mijn grootste valkuil geweest om dat niet te doen. En dat heeft mij heel erg, eigenlijk heel erg tegengehouden. Vertraagd misschien dan ook. Heel erg vertraagd, ja, zeker. Ja. Dus ja. Begin met een stip op de horizon. Ja. En deel die met anderen. Absoluut. En dan zijn we nu aangekomen aan het einde van deze podcast voor DGA's. Wil je regelmatig geïnspireerd worden door de verhalen van andere DGA's? Abonneer je dan op deze podcast. Ben je DGA en wil je wel eens verder praten over de onderwerpen die je gehoord hebt? Dan maak ik graag een afspraak met je. Je weet mij vast wel te vinden. Voor nu zeg ik wens je nog een fijne dag. Hoi!